Ja, Richard, laten we even beginnen met de situatie waarmee deze wedstrijd ten einde kwam. De blessure voor de keeper voor Vitesse. Dat was schrikken voor iedereen volgens mij. Ja, zeker. Ik bedoel, ik krijg eigenlijk meteen het gevoel van mezelf. Ik heb zelf ook zo'n ongeluk gehad op het veld. Ja, en dan komt het allemaal weer naar boven. En als je dat dan ziet, die jongen die ligt daar en verroert zich niet. En ja, blijkt dat hij zijn benen niet voelde. Ja, dat is natuurlijk niet goed. En ja, dan komt de ambulance. Nog een lekker band ook, geloof ik. We wachten op de volgende en ja, dan duurt het allemaal en het duurt het allemaal. En ja, ook begrijpelijk dat Vitesse niet meer verder wilde. Nee, want dat besluit is dan uiteindelijk door die club genomen? Ja, Vitesse kwam naar mij toe en die zeiden van Ries, het is mooi, jullie hebben een goede wedstrijd gespeeld, 3-0. En wij zullen ook aangeven dat wij niet meer verder willen spelen. En dat we ook niet meer terug gaan komen voor de resterende minuten. Dus ja, dat hebben we zo ook besproken met de scheidsrechters. En uiteindelijk is hij dus gestaakt. Ja. Zag jij op het moment dat die keeper neerging of in elk geval even op de grond lag ook gelijk ja, dat het mis was? Nee, eigenlijk niet, want we hebben zelfs op de beelden nog teruggekeken net. Het is ook heel moeilijk te zien of die geraakt wordt. Nou zegt onze speler wel dat hij met zijn schouder tegen hem aankwam. Ja, en dat ja, als je allebei volle vaart op elkaar inkomt, ja, dan kan er natuurlijk wat gebeuren. En we dachten eerst misschien viel die verkeerd of zo, maar ook dat zagen we niet. Maar ja, hij is wel geraakt blijkbaar en daardoor bleef hij liggen. Ja. Je zegt zelf in het verleden een blessure meegemaakt waarbij je ook zo lang op het veld hebt gelegen. Was dat een vergelijkbaar iets? Ja, dat was met een bekerwedstrijd tegen AZ. En toen kreeg ik een, ja, in een kopduel een elleboog of wat het ook was onder mijn kin, zeg maar. En ik viel bewusteloos neer op de grond en met mijn hoofd op de grond. Ja, toen had ik een barst in mijn schedel opgelopen en een slagaderlijke bloeding. Nou, en er was dus ook allemaal paniek en het duurde ook allemaal zo lang. En ja, ik heb daar niet zo zelf veel van meegekregen, maar uiteindelijk voor de mensen eromheen is dat allemaal verschrikkelijk en vervelend. En nou, dat was nu ook. Ja. En omdat je dat hebt meegemaakt, beleef je dan zo'n situatie als vanavond dan nog op een andere manier? Ja, nou dat zeg ik. Dan krijg je meteen het gevoel weer van toen van toch wel de spanning en de paniek. En ja, ik bedoel, ik denk dat zijn moeder het was die op het veld kwam. Ja, die zal ook nou behoorlijk in de stress zitten en ja, ik hoop dat het allemaal goed afloopt voor hem. Ja, iedereen hoopt dat, denk ik. Dan is het altijd een grote overstap om het ook nog over voetbal te hebben. Jullie stonden met 3-0 voor toen dit gebeurde op sportief gebied. Voor jullie dus wel een plezante avond. Ja, zeker. Ik denk dat we heel goed op het veld stonden, zeker als team. De teamorganisatie werd heel goed uitgevoerd in iedereen deze taak die daarbij hoorde. En ja, dan, je weet dat je tegen Vitesse, die toch heel veel kwaliteit op het veld hebben staan, dat je toch wat meer teruggedrongen wordt. Maar ja, als je het verdedigend voor elkaar hebt, dan kan je dat tegenhouden. En als je een bal bezit, dan de bal rustig van voet naar voet laat gaan, want die ruimte was er. Ja, dan kan je tot kansen komen. Nou, die zijn er ook geweest. En ja, ik denk dat die jongens het fantastisch gedaan hebben. Ja. Belangrijk seizoen, elk seizoen is belangrijk, maar dit seizoen misschien nog iets belangrijker met het oog op die nieuwe voetbalpyramide. Hè? In dat opzicht hebben jullie in elk geval een prima competitie start achter de rug met 3 zegers. Ja, dat doen we zeker goed. En ja, we hebben ook veel jonge spelers. Hè? Ik bedoel, Cheryl Floranus, die vorige week nog in het eerste meedeed, hè, was toen nog 16, is nu net 17. Rick van Drongelen, die natuurlijk nog 16 is. Ja, zo hebben we nog een paar van die jonkies erbij lopen, dus het is eigenlijk hartstikke knap hoe we dat doen. En, ja, dat betekent maar weer dat er toch veel talent bij Sparta zit. Ja. Er zijn er ook een paar die aan het eerste geroken hebben, of in elk geval langere tijd bij het eerste hebben gezeten. Bijvoorbeeld Dogan, Vince Stokkers in wat mindere mate. Is het ook een kwestie van het managen van de teleurstelling van die jongens? Ja, natuurlijk. Je moet elke week zorgen dat die jongens toch weer scherp zijn en dat je ze toch op hun manier weet te prikkelen. Want je weet tegenwoordig, spelers willen heel graag spelen op het hoogste niveau. En als ze dan net daar niet bij zitten, krijgen ze weer een tikkie. Maar oké, ik vind ook, dat moet je ook zelf kunnen opbrengen. Want ja, als jij niet goed speelt bij de belofte, dan komt die kans nooit. Dus en dat probeer ik ze ook altijd aan te geven. En nou, vandaag denk ik dat ze zeker hebben laten zien aan de hoofdtrainer dat ja, ze er alles voor gedaan hebben en bereid zijn om er alles voor te doen.